je het hebt over presenteren als leider zijnde. Mm-hmm. Wat zijn daarin dingen om in acht te nemen of om je bewust van te zijn? Ja. Want presenteren en leiderschap worden vaak met elkaar vergeleken. Ja, hè? Leiders zeker. Moeten vaak presenteren, ja. moeten mensen ja. overtuigen, moeten informeren. Ja. Wat is daarin van belang? Nou, ik denk een van de allerbelangrijkste dingen is dat je boodschap helder is. Mm. Dat datgene wat jij over wil brengen, hoe enthousiast je ook bent. En ik denk dat dat ook wel altijd een van de uitdagingen van mij is geweest. Ik kan best nog wel eens wat wolkerig praten vanuit enthousiasme. Mm-hmm. Maar ik moet mezelf ertoe dwingen, als ik een heldere boodschap wil overbrengen, dat het gestructureerd is. Ja. Nou, dat is ook het krachtige, vind ik, aan de methodiek zoals die toegepast wordt binnen het stralend presenteren. Ja. Zorg wel dat je aan die leidraad houdt. Ja. Zorg dat je maximaal 2 tot 7, zeg maar, hè, doelen stelt in jouw presentatie. Want anders volgen mensen het niet meer. Ja. Als leider is dat nog belangrijk. Want als jij daar staat en jij hebt 15 onderwerpen of 20, mensen haken af. Mm-hmm. Zien je ook niet meer als leider. Dus je raakt eigenlijk je autoriteit kwijt op dat moment. Ja. Dat is 1. 2 is je houding. Mm-hmm. Hoe sta je daar? Sta jij overtuigend? Sta jij gewoon goed in je vel? Ook al voel je je dood nerveus. Ja, precies. Je moet daar je gewoon daar staan. Als leider staan. Ja. Sta daar. En dat kan natuurlijk een schilletje als in de balken en de medailles en dat soort dingen, kan daarin helpen. Ja. De krachtige presentatie van een van de Navy SEAL commandanten, zeg maar. Ja. Maar ook de burgemeester met zijn ketting. De burgemeester met zijn ketting. De premier met zijn mooie stropdas. Ja, dat zijn allemaal dingen, ja. Perfect, gebruik dat. Misschien moet je iets hoger gaan staan, hè, als het daarom gaat. Mm-hmm. Misschien moet je juist gebruik maken van de ruimte door naar mensen toe te lopen en in hun comfortzone te gaan, waardoor ze toch wel het idee krijgen, hey, hier staat iemand en die kan dat. Mm-hmm. Een stukje storytelling. Ja. Misschien moet je terugvallen op hetgeen wat je aan ervaring hebt gedaan en hetgeen wat je iets kan. Iets van jezelf, een verhaal iets van jezelf. Niet alleen maar vertellen hoe het moet, maar nee, ook iets van jezelf. Nee, juist van jezelf, want dan gaan ze inzien van, hey, ook hij heeft met zijn poten in de modder gestaan, dus ik zal maar goed luisteren even nu, want dat die weet hoe het gaat. Dat is ook zo mooi leren. Hè? Dat is dat rapport maken, dat levelen, ja. Nou, en op die manier denk ik dat je je als leider nog steviger kan presenteren. En ja, op het moment dat jij daar gaat staan en gaat zeggen van, nou mensen, ik ben directeur X. Dit is de missie die wij hebben en we gaan dit doen. Met een PowerPoint, met ellenlange tekst erop, waarbij mensen op een gegeven moment gaan afhaken. Nee, je moet inspireren, je moet mensen meenemen. En dat zit dus in al die facetten. Jezelf zijn, overtuigend spreken, duidelijk spreken, heldere boodschap, niet te veel uitweiden, stukje storytelling, vanuit je eigen kracht, gebruik tools als een uniform of hoger staan waar nodig. Ja, mooi.